Welkom bij les 9 in de complete serie Informatica Voortgezet Onderwijs Examenprogramma. We vandaag gaan verbouwen. We gaan verder met ons HTML-project. En de vorige keer hebben we een theoretisch verhaal gehouden over informatie, over de output van informatie. Ik pak hem er nog even bij. HTML, wat heeft het ermee te maken? We stoppen input, dat zien we even op dit moment. De code die we in ons systeem stoppen, dat is dus HTML-code. CSS-code, JavaScript-code, dat wordt verwerkt in ons voorbeeld door de browser en de output is de informatie is dat wat men te zien krijgt. Dat is dus een soort informatiesysteem. Dat wordt gecontroleerd. Dat wordt gecontroleerd door het W3-consortium. Die controleert de input. Klopt die? Die moet voldoen aan bepaalde eisen. Dat noemen we dan validatie van code. Dus je hebt dan ook iets als een W3-validator, waar we later nog gaan kijken of je code voldoet aan die standaard. Zoals dat zo is, dan wordt het op de juiste wijze verwerkt door de browser. En dan kun je weten dat de output is wat jij wilt dat het is. Nu gaan we verder bouwen. We zijn begonnen, of geëindigd eigenlijk, met bouwen met het installeren van een editor op onze server. Een editor, de IceCoder Editor. En daarin maakten we een eigen mapje aan. En nu kun je dat ook doen vanuit IceCoder Editor, hoef je niet vanuit je hosting-account te doen. Dus ik zit hier in mijn root, ik doe rechtermuis, klik ik op root, ik doe nieuwe folder en dat noemde ik dan website HTML folder. Oké, dus het is straks niet alleen maar HTML, vanaf vandaag al niet meer, gaan we ook iets met CSS doen. Website HTML, hier is de folder, die is leeg, dus ik klik daar met de rechtermuis op, ik maak een nieuwe file aan. En we hebben gezegd, je eerste file moet een indexfile zijn. En omdat we een HTML-project maken, noemen we die .html-file. Dat is dus niet altijd zo. Er zijn ook websites gebouwd, bijvoorbeeld met PHP. Verreweg meer dan HTML-websites. En dan heb je dus een .php-extensie nodig. Hier zouden we dan beginnen met schrijven. We hadden gezegd, nee, daarvoor hebben we W3 Schools. En dan beginnen we dit rieltje kopiëren. We ctrl-copy en dan krijgen dat hier op wit. Het is iets van herhaling is natuurlijk helemaal nooit verkeerd. Om te herhalen, ik klik dan op Ctrl-S en dan wordt het opgeslagen. En dan zou ik dit kunnen bekijken in de browser. Nou mis ik hier syntax highlighting. Of is het bedoeld als syntax highlighting? Dat kan ik testen door hier bijvoorbeeld een H2 erin te zetten. Ja, dat is dus werkt wel, want er wordt automatisch wat die H2 ook aangevuld met een afsluitende H2. Dus hij herkent dit als zijnde HTML. En hier komt dan mijn nieuwe titel. Goed, je ziet dat op een bepaalde manier dat dat inspringt. Dan kun je dan zelf ook weer aanpassen. Dat vind ik het nadeel van de IceCoder editor. Maar goed, hier een heading. Goed, nou kunnen we mooi een pagina typen. Ctrl-S. Het bekijken van dit verhaal, dat kun je doen door dus hier rechtsboven te klikken op View. En dan opent hij dat in een nieuwe venster. Dat kan je dan de hele tijd doen en weer wegklikken. Wat je ook kan doen, beter is dit. Ik selecteer de URL, Ctrl-copy. Ik kopieer de URL, deze klik ik weg. Ik open een nieuwe tab, Ctrl-V, Enter. En dan laat ik die openstaan en dan is het dus alleen nog maar verversen van. En dan gaat het werken. Oké, zo zijn we dus bezig. Nou zeg ik, het is toch ook wel essentieel om zo snel mogelijk ook met CSS te beginnen. CSS geeft je styling. HTML maakt de structuur van je pagina. Wat wil je hebben? Op welke volgorde eigenlijk? En CSS geeft de layout ook van preciezer van waar je wat wil hebben, maar ook hoe het er dan vervolgens uit moet komen te zien. Dus met HTML tags alleen kun je zo weinig dat ik zeg van laten we direct maar CSS in fietsen. Er is nog een reden, omdat ik vandaag wil ik met jullie het hebben over een framework en dat is Bootstrap. En daarvoor ga ik naar de website getbootstrap.com. Een framework is een algemeen, is een term om aan te geven. Dat is een systeem, framework, waardoor je makkelijker iets kan bouwen. In dit geval een website. Build fast responsive sites with Bootstrap. Bootstrap is het meest gebruikte framework ter wereld om het voor het bouwen van websites. Dat betekent niet dat je dan niet meer hoeft te coderen, maar het maakt het allemaal wat sneller en makkelijker. En hoe dat dan werkt, gaan we zo zien. Voordat je daarmee kan gaan werken, heb je enigszins kennis nodig van CSS. En daarvoor ga ik eerst naar
CodePanta. CodePanta is mijn eigen leeromgeving. En als je geen leerling bent van mij, maar je vindt het toch leuk om mee te doen, dan kun je altijd contact met me opnemen. En wie weet ben ik zo gek om jou hier ook toegang toe te geven en een account. Sowieso kun je hier al heel veel inzien. CodePanta.nl is heel veel, heb ik publiek openbaar staan. Ik ga naar mijn cursussen. Nou, mocht je geen lid zijn, geen leerling zijn, heeft het geen zin om daar naartoe te gaan. Dan zie je niks. Maar ik ga naar de cursus TP2, 2425. Wat je dus wel zou kunnen doen, is vanaf de startpagina op zoek te gaan, hier rechtsboven, en naar TP2 zoeken. En dan kom je ook wel bij die cursus terecht. Dat ga ik niet doen, omdat ik veel te veel zoekresultaten dan gaan krijgen. Ik ga direct naar deze TP2 cursus. We gaan daar niet in principe heel veel doen, maar ik wil even iets laten zien over CSS. Even scrollen naar beneden. Eigenlijk beter, gewoon hier links het menu openen. Zo. Dan zie je hier, zijn we hebben voorbereid voor een toets. Dat ga ik naar beneden. Dan krijg je de PO-website. Daar zijn we dan nu mee bezig. Krijg je HTML en krijg je starten met CSS. Dus ik klik even op dat blokje starten met CSS. Dan krijg je hier een uitleg van CSS basispresentatie. Die zet ik even open. Daar loop ik op die manier even heel snel door CSS basis heen, zodat wij met Bootstrap kunnen gaan werken en snel een werkende site krijgen. Goed, dit is bladibla. Leg ik in de klas verder uit. En die moeten we dus wat snelheid houden. CSS heeft net als HTML een eigen syntax. Hier zie je H1, dat is een tag. En in die tag zit een attribuut. Dat hebben we vorige les afgesproken. Dat wat hier rood is, dat is een attribuut. Daar geeft je styling aan de tag. Als er styling gegeven wordt aan een tag. Dan hebben we het over CSS, want alleen CSS geeft styling aan een tag. Met de stijlattribuut wordt aan de tag styling gegeven. En dit wat hier blauw is, de waarde tussen de dubbele quotes, dat noem je dus dan, dat is de waarde van de attribuut. Dat betekent dat de styling, de kleur van dit blokje, van die H1, dubbele punt, is blauw. Wat is dan blauw? Dat is de tekst. De dingen die je op een gegeven moment wel moet weten uit je hoofd, zeg maar. Dus als je color gebruikt, dan gaat het over font color. En dan dubbele punt blue, dat is de waarde van die font color. Belangrijk is nu te registreren hoe die syntax eruit ziet. Je hebt dus, geeft een attribuut aan de tag. Via stijlattribuut. In de dubbele quotes komt de CSS. Dus dat tussen dubbele quotes staat, dat is CSS. Even snel hoor. Er zijn drie manieren om te stylen, zoals we net hebben gezien, via die attribuut. Dat is maar één manier. Dus dan kun je per tag een styling geven aan een tag. En je hebt dus heel veel soorten properties. Zoals hier de property, dat is de color. Dus je kunt alleen kleuren, je kunt ook allerlei andere dingen doen. Daarvoor ga ik nog even naar W3 Schools. En hier heb je tutorial, certificate, CSS hier. Even kijken hierop klikken. Heel erg veel. Hè? En dan scrollen we. Wat is handig om naar te kijken? Kijk, dat is hier Learn How to kunnen de tutorial. Om het te leren. Maar ik ga weer naar de reference, het handboek. Ja, en hier heb je dan weer een overzicht van allerlei properties die er zijn. En dan zie je dus ook. De color staat er ergens tussen. Maar je ziet, het is niet oneindig. Dat niet. Hier staat het wel tussen. Dus je weet niet wat de property is. Dan kun je inderdaad hier even in de zoeken zo. Nou, dat wordt dan snel gevonden. En dan kun je daarop klikken. En dan kun je even een voorbeeld hoe dat dan werkt. Dan kun je try it yourself in de editor. Zo kun je aardig oefenen. Hou die reference bij de hand. Ja, dus. Maar het is wel heel veel. Maar begin daarmee te spelen. Loop daar doorheen. Vraag mij, vraag Google enzovoort. En dit is dan, houd dit bij de hand. Ja, dus die properties heb je nodig. Waar waren we gebleven? CodePanta. Hier. Ja, dus er zijn drie manieren om te stylen. Eentje is via die stijlattribuut. Maar of je het op de ene manier doet of op de andere manier, je hebt altijd een property nodig en een waarde voor die property. Nou, dit doe je dus in de tag. Dat is optie 1. Tweede mogelijkheid is, wat zeg ik hier? Ik weet niet, ik wou hem omhoog. Dat is in de H1. De head, dat is dus intern, zeg maar. Dus het zit op dezelfde pagina. Het zit niet meer in de tag verstopt op die pagina, maar het zit nu in de head tag van je HTML-pagina. En dan gebruik je de style tag.
He, dus een HTML tag om CSS styling toe te voegen. Dat doe je in de head tag, daar zit je de style tag. En in die style tag komt dan de CSS. Dit ziet er iets anders uit dan net en toch is het ook hetzelfde. Ik geef het terug naar hoe het was. We zeiden dit is de syntax. Deze is mooi, dit voorbeeld. Dit is de syntax. Dan krijg je dus de attribuut zit in de tag. En daarmee selecteer je dus die tag. Om, door het in de tag te zetten. Mocht je het in de head zetten. Zoals we dat hier doen. Dan heb je dus selecteer je die tag door hem te noemen. Dus dan noem je de tag P. En dan zet je tussen accolades, zo heet die gekke haken. Zet je de property, dubbele punt, weer dubbele punt, altijd dubbele punt. Blue is de waarde, geen quotes. Ja, dus hier ga je de img tag, geef je een breedte 100%. Wat is het resultaat van dat laatste? Img width 100%. Dat betekent dat alle img tags, oftewel alle afbeeldingen op die pagina, worden nu 100% geschaald. Dus die zijn schaal ze ook mee met de grootte van je scherm. En dat betekent iets van responsiveness heb je dan al bewerkt. Let op, je kunt dus niet specifiek één tag stylen op deze manier. Hiermee worden alle paste, alle paragrafen, alle tekst van alle paragrafen blauw. En alle afbeeldingen worden 100% op deze tweede manier. Je hebt nog een derde manier. De derde manier is extern. Dan gaat er, dat wordt meest gebruikt, dat wordt gezien als de standaard tegenwoordig. Oftewel extern is dat je een aparte CSS-file hebt, die noem je dus .css. Vaak wordt die stijl .css genoemd, maar dat hoeft niet. Maar het is in ieder geval een .css-stijl. En in die CSS-file, daar zit dan diezelfde styling als je had in de head, in de style tag. Dezelfde styling. He, dezelfde manier, dezelfde syntax. Maar je hebt dus geen style tag nodig en ook geen stijl attribuut. Optie 1, stijl attribuut. Optie 2, stijl tag in de head. Optie 3, externe CSS file. Nou moet je HTML pagina wel weten dat er een CSS file is. En dat doe je door dat in de head aan te geven. Te zeggen van in de head zet hij de tag link. En dan zeg je als informatie, zeg je rel is stijlsheet, dat kun je ook vergeten en dan werkt het ook, maar dat is weer de standaard om dat wel te doen. Je geeft aan die link, dat is, waarom is die linker? Die is het, want dat is een stijlsheet en dit is dan belangrijk, href, dat is de referentie, de hyperlinks referentie. Nou, waar haalt u dan de informatie op? Dat is dan hier. Deze is fout, want dit is http://stijl.css, dan zou dat in dat geval een website zijn, maar dat moet dus iets zijn. Kijk, laten we dat even doen in onze code. Website HTML. Kijk, stel ik maak een nieuwe file aan en die noem ik style.css. Oké. Dan moet ik dus hier in de head een referentie maken via de link tag. Link. Die zie je dat die dus niet automatisch wordt afgesloten, want die heeft geen slash link eind tag. Dan zouden we dus de relatie moeten aangeven. Ja, wat is dit ding? Dit is een style sheet. Dat is netjes. En dan zeg je de href, waar verwijst die naar? Dat is dan dus niet HTTPS. Nee, hij verwijst niet naar een website. Hij verwijst naar een file. Dus style.css. Het is dan Ctrl-S. Nooit vergeten Ctrl-S, want anders werkt hij niet. Nou, hoe kun je dit nou testen dat dit werkt? Door hier dus een styling te geven. Nou, we hebben een paragraaf. Dus we hebben een paragraaf zeggen die willen we stylen. En die stylen, dan zeggen we dat is color. Hadden we net blue. Ik vind een andere kleur ook wel leuker. Doen bijvoorbeeld aqua of zo. Dat is ook wel. Er zijn veel kleuren, die kun je natuurlijk allemaal weer vinden op het internet. Kijk, dan krijg je zelfs een kleur te zien. Wat het is, je kunt een color picker ook nog toepassen. Klaar, Ctrl-S niet vergeten. Ja, nu is het dus de vraag, is het gelukt? Dan heb ik die pagina nog openstaan en dan vervestig. Ja, en dan is mijn pagina, hier is aqua geworden. De styling werkt. Dus de link naar de stijlsheet werkt. Het stijlen, CSS, dat werkt. Nu heb ik al bijna 15 minuten. Ik dacht dat we ook nog even naar Bootstrap konden gaan. En dat kunnen we dus ook, gaan we doen. Nog even heel snel en dan gaan we in les 10. Gaan we daar verder op focussen. Zorg dat je dit in ieder geval begrepen hebt op het CSS. Anders kun je met Bootstrap niet veel doen. Bootstrap framework ziet dat eigenlijk
als eerste als één uitgewerkte CSS-file. Je kunt hem includen, hier, link, de link, kun je includen, net zoals we dat net deden met die style.css-file van onszelf. Hier maak je een verwijzing naar je, naar de CSS-file. Dit is een CSS-file. Hier. Naar deze CSS-file. En deze link zou je dus in je head kunnen zetten. En op dat moment ben je ready to go eigenlijk. Dan kun je dus maak je een verbinding met een CSS-file. Laat ik die zo eens openen. Ik heb gezien dat ik die H heb vergeten voorin. Mee te kopiëren. Dus zo. En als ik die nu open, wat gebeurt er nou? Enter. Dan zie ik dus alle CSS code, die is voorgedefinieerd door het team van Bootstrap. Ja, dus is over nagedacht over styling. Neemt dit nou niet heel veel ruimte en geheugen in? Nee, daar is ook over nagedacht. Het is bespaart je zelf heel veel tijd, dus over heel veel styling van elementen hoef je niet meer na te denken. En hoe je dit dan gaat toepassen, dat zien we in de volgende video. Met deze link, die kan je dus zo, deze kopiëren. Copy to clipboard en dan ga ik terug naar mijn ijscoder en ik pak naar mijn link en die zet ik hierboven. Had ik ook onder doen, Ctrl V. Ja, en ik ga nog even naar mijn settings en dan style. Dat is persoonlijk, de wordwrap moet je aanzetten en dat lukt nu even niet. Ja, dat lukt dus toch wel. Dus hier line wrapping zet ik aan en dan ga ik op update klikken. En wat is dan het resultaat? Dat dan wat afgezet. Ctrl S is het opgeslagen. Dus nu maak ik een link naar een Bootstrap CSS-file hier. Beetje ingewikkeld ziet het eruit, maar dat werkt. En ik maak een link naar mijn eigen stijlsheet. Dat kan, je kunt meerdere stijlsheets gebruiken. Dus nu kunnen we onze website, die we nog helemaal niet hebben, we moeten eerst wat meer HTML hebben, kunnen we gaan stylen met Bootstrap en hoe we dat snel kunnen doen en hoe je dan in een uur een complete website kunt bouwen, dat gaan we in les 10 zien. Succes, hou jezelf in beweging, een stilliggend schip kun je niet besturen, zeg ik altijd, dus beweeg. Ga zelf naar getbootstrap.com, kijk zelf CodePanta, zorg dat je CSS begrijpt, zorg dat je HTML begrijpt en aan de slag.